Leerlingen van de lagere klassen van de basisscholen stromen door naar de volgende klas in het nieuwe schooljaar. Dit zegt minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze zei dit gisteren tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie. Volgens het normale schoolschema zouden leerlingen en studenten nu leerstof over het derde kwartaal moeten krijgen. Deze stof zal over het nieuwe leerjaar worden verdeeld. Details moeten nog worden uitgewerkt, zegt de minister. Voor onze situatie in Suriname, nogmaals, als we zeggen we willen gewoon het normale examen afnemen, dat betekent het dat we het schooljaar zullen moeten verlengen. En ik weet dan niet wanneer de uitslag zou moeten zijn en dan de nieuwe inschrijving. Dat betekent dat alles nog verder gaat opschuiven. Voor kinderen die naar het buitenland vertrekken, de bursalen, zal dat heel veel consequenties hebben. We kunnen ook zeggen, we gaan nu van deze gelegenheid gebruik maken om te synchroniseren. En we sluiten het schooljaar eerder af, maar we beginnen dan ook eerder, half augustus, net als de regio. En we gaan de stof die nu gegeven zou moeten worden in het derde kwartaal, een beetje verdelen over het nieuwe jaar. Het zijn opties, we zijn er nog niet uit en ik deel het met u, zodat die discussie ook gevoerd kan worden. Voor de examenklassen van de basisscholen zijn er nog geen beslissingen genomen. Dat geldt ook voor de VOJ en middelbare scholen. Er zijn wel modellen uitgewerkt om het schooljaar alsnog succesvol af te sluiten. Om tot een besluit te komen zoekt de minister een breder draagvlak. Ja, ik denk dat dit de belangrijkste informatie is die ik met u wil delen. Nogmaals, COVID geeft ons ook een aantal mogelijkheden. En ik denk met uw hulp en iedereen die luistert en ook alle leerkrachten, dat we moeten kijken hoe kunnen we vanuit alles wat we aangeboden krijgen, toch nog eens de beste keuzes maken. We doen het niet alleen, we zijn heel goed in overleg, eigenlijk 2 keer per week minstens internationaal. UNESCO biedt bijvoorbeeld aan van, je kan Moodle gebruiken, wij zorgen voor die basisvoorwaarden en gov.sr ondersteunt dat. Dat betekent voor het ministerie minder kosten, je hoeft geen licenties en dat soort dingen te betalen. Alles wordt landelijk verzameld. Geweldige opportunities. En zo moet u eigenlijk deze situatie ook kunnen bekijken van wat kunnen we nu meteen samen doen en wat kunnen we beter doen. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren tijdens de COVID-19 persconferentie in de congreshal. Ze deelde mee dat de lagerklassen van de basisscholen gewoon doorstromen naar het nieuwe schooljaar.